Dani, leuk dat je mee wil werken aan mijn vlog. Dit is alweer vlog 9 van het KFPS. Jullie hebben een opvakstal. Zou je jezelf even willen voorstellen? Ik ben Jani Beukens, woon in Oudemiddem, 46 jaar en doe samen met mijn zus dit opvakbedrijf. Ze komt zo, maar ze is er nu nog niet. Komt straks al in beeld, denk ik. Samen doen we het en eerst in 2000 zijn we hiermee begonnen, samen met mijn vader. En die is in 2008 overleden en hebben we samen de boel voortgezet en met de paarden zijn we doorgegaan. En tot nu toe altijd nog helemaal naar het zin en leuk. Wat goed om te horen, want jullie hebben meerdere groepen in de opvang. Klopt. Maken jullie verschil tussen hengsten en merries? Ja. En ook qua leeftijd maken we verschil. Ja. De interhengsten komen natuurlijk apart. En de twinterhengsten hebben we twee ploegen altijd van. Die komen ook in twee groepen te lopen. En dan hebben we een ploeg merries. En dan lopen de enters en de twinters dan bij elkaar. En dat gaat prima. Maar dat is gewoon... hengsten zijn natuurlijk na een jaar alweer veel verder met hun hormonen. En dat... Ja, dat zou ik niet aandurven. Bij hengsten sowieso niet. Nee. Dus ja, zo is het. Zo doen we dat eigenlijk. Oké. En hoe controleren jullie de paarden op ziekte? He, want ik neem aan dat jullie tussen de paarden eens doorlopen. Ja. Of jullie houden ze in de gaten natuurlijk. Klopt. Voor de eigenaren. Klopt. Het is op stal natuurlijk, maar ook net zo goed in het land. We hebben het land allemaal aan huis liggen. Dus we gaan twee keer daar, 's ochtends vroeg meestal en 's middags in de namiddag ons rondje doen. Gaan we lopend doen. Soms als het droog of nat is, dan doen we het met de trekker, omdat er dan bijgevoerd moet worden. En dat kan een tijdje wel eens gebeuren. Maar we checken ze altijd, lopen er altijd doorheen met de zweep bij ons. Ze zijn heel sociaal, komen altijd naar je toe, gaan om je heen staan. Dus voor je eigen veiligheid neem ik altijd mijn zweepje wel mee. En dan kijken of alles gewoon attent is, de benen checken. En je ziet het eigenlijk direct al als er wel wat is. Want een paard zondert zich meestal af. Als die zich niet fit voelt, dan sluit hij hem af voor de groep. En gaat hij meestal wat in een hoek staan of liggen. Dus het valt sowieso wel op. Maar we checken ze altijd op benen en alles. Hoe groot zijn de groepen ongeveer? 25 over het algemeen. 29 hebben dan voorhuis. Maar zo, ja, wij hebben ze niet van 40 of 50. Dat niet. Maar het is goed te overzien. En gewoon de ploegen zo mooi dat het ook met het grasland goed uitkomt. En dat je ze goed in de peiling hebt. En dat ze ook allemaal weer goed naar huis toe gaan. Ja. Want de tweejarige hengsten gaan natuurlijk in september, de meeste gaan weg. Sommigen overwinteren nog. Hè. Die voor de sport zijn, die hoeven niet naar een hengstenkeuring. Maar de anderen, ja, die gaan weg. En die moeten natuurlijk wel in topconditie weer naar huis toe. Ja. Wat zijn nou echt de voordelen van opvak? Want niet iedereen die doet zijn paard in de opvak. Maar wat is nou echt het belangrijkste aan opvak? Nou, ik denk echt wel het socialiseren onder elkaar. Ik denk dat je gewoon echt leukere paarden krijgt als je ze in een groep doet. Een paard wat alleen staat, ja, dat socialiseert niet. En dat kun je als mens ook gewoon niet beïnvloeden. Dat moet met elkaar. Hè? Want als je straks in het land ziet, het speelt met elkaar. En natuurlijk, ze zeggen risico. Maar ja, ik denk als je altijd leeft met angst en risico, tuurlijk zal er altijd... Maar dat heb je thuis ook als alleen staan. Garanties heb je natuurlijk nooit. Maar ik denk wel dat je gewoon fijnere paarden krijgt. Ook voor de toekomst, als ze ouder worden, om ermee aan het werk te gaan. Dat die basis in die opvok toch gelegd is. Wat je als mens niet kunt bewerkstelligen. Nee. Dat moet met elkaar. Ja, en natuurlijk is het ook een voordeel voor het voorkomen van OCD. Je kan niet alles helemaal voor zijn. Daar hebben we het net ook even over gehad. Hè? Er zit ook een stukje in intilt en... Ja, in de paarden zelf natuurlijk. Klopt. Maar veel beweging, dat voorkomt toch meer de kans op OCD. Vandaar dat we dit ook zo dat is ook zo. Laten zien. Dus je probeert dat in alle goede banen te leiden, dat het veilig gaat. En toch dat het paard een goed leven hier de eerste jaren
bij ons heeft, zeg maar. Ja. En 's winters in de stalperiode, doen jullie de paarden dan ook nog buiten? Of hebben jullie dan binnen genoeg ruimte voor ze? Of? We proberen dat met goed weer zoveel mogelijk wel buiten te doen. Maar laatst met de winter, hè, toen hadden we sneeuw en dan is er grondkeihard. Nou, dan ben ik zelf daar wel wat sceptisch in. Dat ik denk van ja, de foto's zijn heel mooi. Ja. Maar paarden vooral, die zijn zo moe en die zijn spontaan en enthousiast. En ja, ik denk, dat gaan we dan weer niet helemaal opzoeken. Nee. Maar je probeert inderdaad ruimte te geven, vrijheid te geven om te leven zoals dat in het jonge leven gewoon moet. En ja, dat ze gewoon loskomen en ja, tot een goede ontwikkeling met benen en als paard. Ja. Super. Nou, we gaan zo kijken hoe ze naar buiten gaan. Helemaal leuk. Ik denk dat het leuk wordt, Wilma. Ik ben benieuwd. Ja.